Natuurlijk die extra sportieve perikelen. Ja, ik ga niet zeggen dat dat een invloed had op de wedstrijd nu vandaag winnen of verliezen. Maar je bent er toch constant mee bezig. En iedereen eigenlijk wel. Elke dag was het van en staat het geld al op de bank. En wat is het? Ja, je belt 4, 5 keer naar de mensen met dezelfde vragen. En het houdt iedereen bezig. Ik kan de situatie heel erg goed begrijpen. Als je bepaalde mensen hebt die voorspiegelen dat je in ene keer uit de problemen kan geraken waar je eigenlijk al jaren in zit, dan is het maar logisch dat je daar geduld mee hebt. Maar het mag niet ten koste gaan van de werking. En natuurlijk heeft dat een invloed op de werking. En dat is natuurlijk heel erg jammer. We zijn gewoon heel slecht in het nieuws gekomen. En dat is het kwalijke aan de zaak. Op een gegeven moment is dat gewoon niet meer serieus. Als ik nu moet lezen dat wij de verkeerde bankrekening hebben gegeven, ja, dat nog opgeschreven wordt, dat is voor de comedy capers. Geloof je dat? Nee, natuurlijk geloof ik dat. Geloof jij dat? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Maar wie gelooft dat wel? Dan denk ik, geloof niet dat iemand dat ooit kan geloven. Dat je het verkeerde nummer hebt. Je bent 3 maal in onderhandeling. En dan hebben we het verkeerde rekeningnummer. Dus dat is cretologie van bepaalde mensen die het niet hebben kunnen realiseren om hier de boel over te nemen. Ik zeg dan gewoon, oké, het geld kon niet komen of de structuur is te ingewikkeld of weet ik veel wat allemaal. Je kan duizenden excuses vinden voor het te laten afspringen. Maar toch niet het bankrekeningnummer. Want ik neem aan dat als jij 10 miljoen gaat verwachten, dat jij wel de juiste bankrekening gaat geven. Hij maakt zich nu wel sterk dat het in orde gaat komen. Denkt u, gelooft u daar nog in? Ja, hier op Den Antwerpen kun je wel van alles verwachten, denk ik. Maar ik moet je echt een antwoord weten.